De 15 jaar dat we aan het doorontwikkelen zijn, is dit het resultaat van de Relax. En zoals u ziet, heeft hij hier een prachtig mooie bies. En als we naar het cabinet kijken, dan heeft hij verschillende lijnen, dus zowel verticaal als horizontaal, waardoor hij eigenlijk in elke tuin heel erg mooi wegvalt. Het bijzondere van deze spa is dat de spa is 2 meter bij 2 meter, maar hij biedt maar liefst 2 lichtplekken en nog 3 ruime zitplekken. En dat betekent dat we werkelijk alles gebruiken als ruimte in de spa. Het is een spa van 2 bij 2 en dat is een vrij compacte maat. Maar door de slanke lijnen is in deze spa gecreëerd dat er maar liefst 2 volwaardige lichtzetels in zitten en 3 zitzetels, zodat deze spa toch maar liefst met 5 personen gebruikt kan worden. Er zitten 2 lichtzetels in deze spa, waarvan 1 lichtzetel voor mensen van 1,70 tot 1,85 is en de andere lichtzetel is voor 1,75 tot 2 meter, dus voor mensen van 1,75 tot 2 meter. Zoals u ziet is de lichtplek heel mooi belijnd, zodat u een perfecte pasvorm heeft. En er zitten 2 zetels in deze spa, waarvan de ene zetel voor mensen van 1,65 tot 1,85 is en de andere zetel van 1,75 tot 2 meter. Dus op die manier hebben we dus altijd een zetel die bij ons past. Volgend belangrijk punt bij het ontwerpen van een spa is, de spa is niet hoger dan 84 centimeter. Echter toch zit ik heel erg mooi onder water. Dus de waterlijn die ligt hier en als ik dan hier in de zetel lig, dan liggen mijn schouders mooi onder water. Hierdoor, vooral in de winter natuurlijk, kunnen we heerlijk genieten van het warme water en zullen we ook in koude dagen er heel veel genot van hebben. En dat is zowel in de lichtplekken, maar ook in de zitzetel die aan deze zijde zit. De zetels aan deze twee zijden zitten ietsjes hoger, zodat ik ben 1,83 meter, zodat mensen die ietsjes korter zijn ook weer perfect in het water zitten. Kortom, een spa wat volledig ergonomisch is ontworpen, waardoor hij ontzettend comfortabel is. Een spa wat heel ruimtelijk is ontworpen, maar ook een spa die heel erg mooi in uw tuin zal staan.